Op 6 maart 2015 botste in Tilburg een reizigerstrein achter op een stilstaande goederentrein. De reizigerstrein was door een rood sein gereden. De achterste wagon van de goederentrein, een tankwagon geladen met het brandbare en explosieve butadiene, raakte lek, maar er is geen brand ontstaan. Enkele inzittenden van de reizigerstrein raakten licht gewond en enkele politieagenten raakten tijdelijk onwel door inademing van het vrijgekomen gas. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht dit ongeval. De beide hoofdvragen waren: waardoor raakte de trein met gevaarlijke stoffen betrokken bij een botsing en waardoor leidde die botsing tot lekkage? De goederentrein was van Gemelot in Zuid-Limburg onderweg naar Rotterdam. Het samenstellen van de trein duurde langer dan gepland, waardoor deze drie uur later vertrok en de machinist zijn maximale rijtijd dreigde te overschrijden. Om die reden besloot de vervoerder onderweg een machinistenwissel uit te voeren en daarom werd een tussenstop in Tilburg aangevraagd. Hierbij gaf de vervoerder een te korte lengte van de trein op. De verkeersleiding leidde de trein vervolgens naar een te kort spoor. Daardoor bleef de achterste wagon te dicht bij het wissel staan en kwam dit niet vrij voor de reizigerstrein, die even later rechtdoor moest. Het sein bleef rood. De machinist van de reizigerstrein merkte het rode sein niet op en remde niet. Doordat de nevensporen in Tilburg niet beschermd zijn tegen roodlichtpassages met het ATB-VV-systeem, werd de trein ook niet automatisch afgeremd. Zo kwam de reizigerstrein op het nevenspoor en botste achter op de goederentrein. Het onderzoek maakt duidelijk dat ook het lek raken van de ketelwagen te vermijden was geweest als andere operationele beslissingen genomen waren. De ketelwagen achteraan de goederentrein is als enige beschadigd geraakt, maar er waren ook wagons zonder gevaarlijke lading. Als een van die wagons als laatste was geplaatst, was de kans op lekkage aanzienlijk kleiner geweest. Dat is echter niet wettelijk voorgeschreven. De reizigerstrein was van een oud type zonder buffers. Daardoor is de neus van de reizigerstrein over de buffers van de ketelwagen heen geschoven en tegen het inspectieluik van de ketel gebotst. Dat leidde tot de lekkage. Een overbufferingsbeveiliging had dit mogelijk kunnen voorkomen, maar de aangereden ketelwagen hoefde niet met een dergelijk systeem te zijn uitgerust en was dat ook niet. De operationele beslissingen, zoals het inlassen van een stop op een nevenspoor. Het als laatste aankoppelen van een ketelwagen met gevaarlijke stoffen, het ontbreken van een overbufferingsbeveiliging op deze wagon en het inzetten van een verouderd type reizigerstrein op sporen waarover ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd, werden genomen vanwege logistieke en economische redenen. De bijbehorende risico's werden niet meegewogen. Dat getuigt volgens de Raad van te weinig risicobewustzijn bij de betrokken spoorbedrijven. Ook chemiebedrijven hebben als opdrachtgever een belangrijke rol. Veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is onderdeel van hun ketenverantwoordelijkheid. De Raad vindt dat betrokken partijen alle mogelijkheden optimaal moeten benutten om de risico's te beheersen en doet daarom de volgende aanbevelingen: Aan ProRail en DB Schenker: Zorg dat geen operationele beslissingen worden genomen die afbreuk doen aan bestaande veiligheidsmaatregelen. Draag als bestuurlijke top het belang van veiligheid consequent uit. Aan de chemiebedrijven: behandel de aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen als onderdeel van het bedrijfsproces en maak over de veiligheid daarvan duidelijke afspraken met vervoerders. Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu: regel in nationaal en Europees verband dat de laatste wagon geen gevaarlijke stof mag bevatten. En dat alle ketelwagens uitgerust moeten zijn met overbufferingsbeveiliging. Aan NS-reizigers: Zet treintypen met slechte botscompatibiliteit niet in op trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.